Wil jezelf boven jezelf uit? Ga het circusnummer aan, ik ben de gids. Juist omdat ik de weg niet weet. De weg is de tuimeling naar achter, de tuimeling naar binnen, de val naar boven, het shot naar buiten. Ik wil je handschrift zijn, het eelt onder je voeten, je handtekening. Dus laat mij hier niet staan terwijl jullie ellende door mij heen waait. Je ontkent het vuil en de stank en de steekpenning en het geluidloze kotsen niet door te doen alsof ik alleen maar een onderdeel van het verkeer ben. Een dwaalspoor in de jungle, een slordig visioen, een ontspoorde heksensabbat waarin een Franse toerist een wielklem fotografeert. Iemand opmerkt prachtig weer voor een crematie. Iemand roept om Ronald en komt 100 meter verderop precies dezelfde vrouw tegen in hetzelfde groene mantelpak. Die te hoop loopt tegen het grote stedenbeleid. Iemand staat op een brug en hunkert naar liefde. Iemand doet hetzelfde in een rolstoel, te midden van gestrande vliegen en wat vage etensresten. En kijkt naar buiten en ziet een zwarte zon en barst in lachen uit. Of wordt in de hoek van een schoolplein gestenigd door een horde leerlingen, terwijl die hartstochtelijke liederen van Eros Ramazzotti zingt. Of die vrouw die al vanaf 10 uur 's ochtends boven de krant gebogen zit, als boven een plas insecten, en alleen maar voortdurend tegen zichzelf zegt: kom je niet meer uit. Ik kom hier niet meer uit. En hoop dat ze zo vanzelf met haar hoofd in die plas valt. En dat dus nooit meer uit hoeft te komen. Ze is aangesproken in de supermarkt door een vrouw. Hey, Ria, hoe gaat het met je? Je kent het mens niet eens. Weet nog niet wie het zou kunnen zijn. Rent weg, komt thuis. Zegt de dochtertje geheel overstuur. Mam, waar blijf je nou? Je zou 3 minuten wegblijven. Heeft zelfs oma al gebeld, is ze 3 dagen weggebleven. En ze weet het niet eens. Bor. 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 Bed op recept. Heeft ze recht op bed op recept?